Vorming figuren en de oppervlakte. Oefening 1. Een beetje zoals oefening 25 in het werkboek. Wat gaan we moeten doen? We gaan de gelijkvormigheidsfactor moeten berekenen. Hè? Dus we gaan dus moeten de gelijkvormigheidsfactor van dit vierkant ten opzichte van dit vierkant moeten gaan berekenen. Wat weten we nu? De oppervlakte van het bovenste vierkant is 9 vierkante centimeter en dat wordt nu vergroot naar 81 vierkante centimeter. Nu, we hebben geleerd dat het verband tussen de oppervlaktes van gelijkvormige figuren k-kwadraat is. Ja? Dus k-kwadraat is de oppervlakte van het beeld, dat is die 81, want daar gaan we naartoe, ten opzichte van de oppervlakte van het origineel, dat is 9 vierkante centimeter. Dus we krijgen 81 op 9 of k-kwadraat is 9. Als k-kwadraat 9 is, dan is k de vierkantwortel van 9. K zal dus 3 zijn. Ja? Wat wil dat nu juist zeggen? Dat wil juist gaan zeggen dat dus als onze zijde hier 3 is, ja, dan zal die zijde 3 keer zo groot worden. Om een zijde te krijgen van 9. Ja? En we krijgen dus inderdaad 3 keer die 3. En 3 keer 3 is 9.